Je weet nooit dat een renner goed was. Je weet het wel een beetje. Ik wist wel dat hij goed was. Hij kon ook zien aan zijn positie op de fiets, zijn ambitie, zijn performance. Je kon wel zien dat hij goed was. Maar zo goed, ja. Hij is een ster in België ook, maar in zo Ethiopië, Eritrea, Rwanda, de wielerlanden in Afrika, ligt een ster. Hè. We love cinema. Ik heb hem ontmoet toen hij 17 was. Ik woonde toen in Rwanda, in Kigali. En op dat moment was er het Afrikaans kampioenschap. En hij deed mee aan het Afrikaans kampioenschap. En omdat ik daar woonde, ging ik elke morgen te goed koffie drinken ergens. Rwanda is ook een koffieland. En ik hoorde achter mij Tigrinya praten. En ik heb 10 jaar in Ethiopië gewoond en ik versta een beetje wat ze zeggen. En zij waren op zoek naar een koffie. Dus ik dacht, ja, kom met mij mee. En zo, ja. Ik was eigenlijk niet op zoek naar een film, hoor. Toeval, ja. Ik ben wel zeer veel met koers bezig, toen ook al. Maar dit was toeval. Hè. Ik ben dan gaan kijken naar zijn wedstrijd. Hij won dan al zijn wedstrijden dat hij reed. Hij was een Afrikaans kampioen bij de junior in tijdrijden op de weg en ploegentijdrit. En omdat ik zo lang in Ethiopië gewoond heb, maar Eritrea is een gesloten land. En ik heb heel dicht op de grens gewoond eigenlijk, want ik altijd wel geïnteresseerd in het buurland. Ik ben ze dan terug gaan opzoeken op het wereldkampioenschap, de Eritrese ploeg. En de voorzitter van de wielerfederatie heb ik toen gesproken en gevraagd, ik wil graag niet eraf komen. Hij zei, ja, het gaat moeilijk zijn, maar stuurt een mail. En dan, veel mails later, kreeg ik dan uiteindelijk een visum om naar Eritrea te gaan. Ja. En ik moet wel zeggen, ik was de enige, denk ik. Ja. Nog altijd de enige, denk ik. Het is bijna onmogelijk om binnen te geraken. Ja, ik heb dus geen filmschool gedaan. Ik heb een tijd in Spanje gestudeerd. En dan heb ik gewerkt en met dat geld ben ik naar India vertrokken op reis. En op een gegeven moment had ik geen geld meer. En ben ik een fotograaf tegengekomen. En die heeft me zo wat meegenomen. En ik moest zo met een auto rijden of het toilet boeken. En die heeft me ook een fototoestel gegeven. En ben dan foto's beginnen trekken. En hij zei dan op Twitter, dat zijn negatieve. En hij zei, het is belachelijk dat je niet zou verder doen in beeld. Maar ben dan vergeten, ben dan in Spanje gaan studeren. En toen heb ik iets anders gedaan en ik kreeg geen loon, maar ik kreeg een videocamera. En toen is mijn vriendin in Ethiopië een doctoraat gaan doen, ben meegegaan en ik heb met die camera het buurmeisje gefilmd. En dat was de eerste film. En ik vind het nog altijd raar eigenlijk, moet ik toegeven. Ja, elke keer, het is nu al wat beter, omdat het is mijn job ondertussen, maar ik blijf het nog altijd wel raar vinden dat ik ergens ben en kan filmen. De laatste keer dat ik er was met Bini voor het nationaal kampioenschap, had toen al geen twee van hem gewonnen. Ik denk dat er een paar 100.000 man was. Het is echt gigantisch. Ja. Er wordt ook live uitgezonden op tv. Nu worden ook al zijn wedstrijden op tv uitgezonden. De Ronde van Frankrijk is in de cinema te zien. Ik denk door de Italianen. Dus de Italianen hebben Eritrea gekoloniseerd en ze hebben de fiets meegenomen. En in het begin mochten er alleen Italianen mee rijden. Uiteindelijk mochten er dan ook Eritreërs mee rijden. En sindsdien is dat enkel maar populairder geworden. Ja. En nu is het echt gigantisch. Ja. Toen hij junior was, toen ik er voor de eerste keer kwam, ik dacht ook in het begin, nou, dat gaat wel meevallen. Maar het was echt Ronde van Vlaanderen toestanden. Zo populair is het. Ja. Je weet nooit dat een renner goed was. Je weet het wel een beetje. Ik wist wel dat hij goed was. Hij kon ook zien aan zijn positie op de fiets, zijn ambitie, zijn performance. Je kon wel zien dat hij goed was. Maar zo goed, ja. Er zijn veel bijfactoren dat meespelen. Hij komt uit Eritrea nog altijd. Hij komt uit Afrika. Dus er is veel dat meespeelt voordat iemand zo goed wordt eigenlijk. Ja, hij heeft veel zelf gefilmd eigenlijk. Ja. In het begin met zijn telefoon. Dan heb ik hem een kleine camera gegeven om mee te filmen. En ik heb ook soms aan zijn vrienden gevraagd om af en toe te filmen of GoPro's op de fiets te zetten of zo. Heel die film is een samenwerking met hem eigenlijk. Ja. En kan je iets vertellen over de soundtrack? Lander. Ja. Lander is een vriend van mij. We wilden eigenlijk al lang samenwerken. Ook, hij fietst ook zelf, Lander. Hij kende ook Binyam. Voor deze film was het iets gemakkelijker om samen te werken dan voor een andere film. En Lander wou het ook heel graag doen eigenlijk. Een van de beste dingen van de film is de muziek eigenlijk. Ja. Emmy heeft ook al mijn vorige film geproduceerd. En ik kende Emmy ook al van daarvoor eigenlijk. En het was logisch dat we de film samen deden. Ja. Ik moet wel zeggen, Emmy, en dat was ergens ook wel goed, is bijna niet geïnteresseerd in koers. Nee. Maar dat is eigenlijk wel goed eigenlijk. Ja, het begin van het proces van de film is wel goed dat er ook iemand is dat eigenlijk bijna geen interesse heeft in wielrennen. Ja, we hadden een redelijk goed idee van de tijdslijn wat we gaan vertellen en wat we willen vertellen ook. Maar het blijft moeilijk, ja. En de monteur, Dieter van Diependalen, heeft er wel heel hard in geholpen met zo'n duidelijke lijn. We gaan dat vertellen. En de rest is bijzaak. Niet te veel technische dingen over de koers, over wat hij trapt, is niet interessant. Ja. Voor mij is dat interessant, maar voor de meeste mensen niet. En Dieter kon echt zeggen van, ja, dat gaan we vertellen. En de rest is ruis eigenlijk. De Tour de Rwanda is eigenlijk de grootste wielerwedstrijd in Afrika. En volgend jaar is het wereldkampioenschap, de eerste keer in Afrika, in Rwanda. Het is wel in de liefde, het wieler in Afrika, denk ik. Wat is er nog extra nodig om de wielersport in Afrika? Meer hulp bij visa, meer ondersteuning. Het probleem met wielerploegen is vaak, ze zien een talent en die moet dan in Europa komen wonen.
die zijn vaak heel jong, zijn 18, 19 jaar. En er is geen ondersteuning voor visums. Visums zijn heel moeilijk om, voor Afrikanen om hier om in Europa te geraken. De eenzaamheid is heel moeilijk. Ook voor binnen was het echt heel moeilijk in het begin. En het is ook anders. Ze rijden in kleinere pelotons. Er komen minder renners aan de start in hun lokale wedstrijden. Niet in de Ronde van Rwanda. In Eritrea zijn het grote wedstrijden. Maar in Rwanda zijn het soms 30 man. Dat is te weinig om te leren in een peloton rijden hier. Ja. Maar veel meer logistieke en mentale ondersteuning. Ja. Ja. Talent genoeg. Ja. De wegen in Rwanda zijn beter dan België. Eritrea is niet heel goed, maar goed genoeg, denk ik. De omstandigheden om te trainen in Afrika zijn vaak heel goed. Renners in België moeten op hoogte stage gaan. Winnie woont op 2400 meter. In Rwanda, Kigali ligt boven de 2000 meter. Dus de omstandigheden zijn goed genoeg om te trainen eigenlijk. Want eigenlijk Zuid-Amerikaanse renners, die zijn al 20 jaar in het peloton. Er is best wel een eigen systeem opgezet. Maar voor Afrikanen is dat nog nieuw. Mede dankzij Binyam zijn er nu toch wel wat Afrikaanse en Eritrese renners, Ethiopische renners ook, in het peloton. Ja. Ja. Dus het is zo, het heeft een sneeuwbaleffect.